Hey, leuk dat je kijkt! Vandaag gaan we het hebben over Google Analytics. Hoe je in een nieuwe Google Analytics een rapport kunt maken, downloaden en aanpassen. Dus uh, kijk, en doe maar mee! We gaan meteen beginnen. En zoals je weet is Google Analytics de laatste tijd behoorlijk vernieuwd. Op hoofdlijnen zitten er ze zeker nog dezelfde functionaliteiten in, alleen sommige dingen worden anders genoemd en de structuur kan wat anders zijn. Desalniettemin wil ik gewoon vandaag met je de meest praktische zaken doornemen, vooral met name voor het maken en delen van rapporten. Dit is eigenlijk je menustructuur aan de linkerkant, dus je homepage, rapporten, ontdekken, advertenties en. Configureren. En hieronder heb je ook weer beheer, zoals we dat eigenlijk ook vanuit de vorige editie kenden. Als je doorgaat naar beheer, zie je eigenlijk op hoofdlijnen dezelfde functionaliteit en dezelfde structuur en opbouw, zoals vanuit de vorige Google Analytics Universal uh, Editie, om het zo maar even te noemen. En ook hier kun je eigenlijk weer heel veel zaken instellen, zoals Toegangsbeheer voor accounts. Je kunt hier IP-filters instellen. Dus dat je eigen IP-verkeer vanuit je eigen IP-adres wordt uitgefilterd. Nou en noem allemaal maar op. Maar we gaan beginnen met rapporten. Dus als je daar naartoe gaat, dan kom je in dit scherm. En we gaan eerst even de data goed zetten. Dus hier pakt hij automatisch de afgelopen 28 dagen. En stel voor dat wij het van een maand rond willen. Dan kan je hier ook nog uitfilteren. Maar ik wil even vanaf. 1 maart tot met 31 maart. Klik ik op toepassen, zodat ik echt de data heb van die betreffende, van dat betreffende tijdsbestek. Dan zie je natuurlijk ook de data bronnen eigenlijk verspringen, omdat je de data daarop aanpast. En hier zie je je gebruikers, nieuwe gebruikers, de gemiddelde tijd op de website en de gebruikers in de afgelopen. 30 minuten, dus is bijna real-time, zeg maar. En dan zie je hier ook nog waar ze vandaan komen. Als je naar beneden scrolt, zie je eigenlijk de standaard-layout van een rapport vanuit Google Analytics. Dus waar komen je uh, bezoekers vandaan? Via welke acquisitiebron, zoals dat heet. Hè? Dus komen ze organisch? Dus dat organisch betekent dat ze gewoon via Google komen. Komen ze direct? Dus gaan ze naar www.comc.nl? Uh, komen ze via organisch social, via referral of dergelijke? Dit zal deze bronnen kunnen ook verschillen per website, omdat de een zal meer gebruik maken van advertising en dat soort zaken. Dit klopt ook met de strategie die ik heb, dus dit klopt uh, in dit geval zeker. Dan heb je hier je gebruikers per land, dus hier kun je zien: goh, klopt het een beetje met de doelgroep die ik wil benaderen via mijn website? Komt die ook op mijn website? Gebruikersactiviteit in de afgelopen tijd: je meest bekeken content en hier eventueel je conversies, mocht je een webshop hebben. Stel voor dat we nou zeggen: Nou, dit is een mooi rapport, maar niet helemaal voor ons op maat gemaakt. Dan kunnen we deze vrij snel aanpassen en customize, zoals dat heet. Dan ga je hier naar het potloodje toe, dan klik je op rapport aanpassen. En dan komt er nu, zie je, wat we net zagen dus al die kolommetjes zeg maar, die zie je hier eigenlijk aan de rechterkant in soort rijtjes. Nou, stel voor dat we zeggen nou, dit is allemaal hartstikke leuk, maar wij zijn in dit geval bijvoorbeeld geen webshop. Dus we gaan de e-commerce aankopen halen we eruit, de conversies halen we eruit. Conversies per platform halen we eruit. Want dat zijn allemaal in dit geval geen relevante uh, ja, databronnen. En ze nemen wel eigenlijk letterlijk ruimte in in ons rapport. En het voegt eigenlijk in dit geval niet zoveel toe. Dus wat we willen is dat we een rapport maken wat waarde toevoegt uh, om eigenlijk op te sturen. Dus met andere woorden, bereiken we de juiste mensen. Uh, geeft het inzicht in de doelgroepen die we willen benaderen. Uh, geeft het inzicht in de technische gegevens, in de content. En vanuit daar kun je natuurlijk weer ja, je marketing gaan, uh, gaan optimaliseren. Stel voor dat we zeggen, nou, dit vinden we wel op zich. Kunnen we ons hier wel in vinden. Inzichten halen we ook weg. Um, en dan hebben we eigenlijk hebben we dit rapport. Dus hebben we hebben eigenlijk hetzelfde als wat we net hebben. Alleen hebben we een paar zaken uitgefilterd. Dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen zeggen oké okay, we willen eigenlijk dit rapport opslaan. Dus dan kiezen we opslaan. En dan kunnen we zeggen wijzigingen opslaan in het huidige template. Of opslaan als nieuw rapport. We kunnen eerst ook nog een paar zaken toevoegen. Dus stel voor dat we zeggen van, nou we willen nog een paar soort widgets eigenlijk toevoegen. Dan ga je naar kaarten toevoegen hieronder in. En hier zo, nu wordt het leuk. Hier kun je kiezen welke ja, informatie, data jij wilt delen met de ontvangers van het rapport of misschien wel met jezelf. Dus hier kun je eigenlijk staan al hele handige segmentaties staan er. Dus wil je bijvoorbeeld gebruikers per platform, wil je gebruikers per interesse, dat kunnen we meten, gebruikers per taal, per geslacht, per leeftijd, et cetera, per plaats, dus de levenscyclus van je gebruikers. Dus nou, hier kun je onder andere heel slim eh, en snel insturen. Stel voor dat wij zeggen: nou, Wij vinden het interessant om de gebruikers per plaats te weten. Dan klikken we die aan en dan zie je hierboven: zie je, Kaart toevoegen wordt blauw. Daar klik je op en dan komt die daaronder in te staan. Stel voor dat je zegt: Nou, dat vind ik zo'n belangrijke metric. Die wil ik omhoog halen. Dan sleep je hem en dan doe jij zelf letterlijk de plaatsbepaling. Stel voor dat je zegt: Nou, ik wil het zo doen. Realtime haal ik er ook uit. Dan. En dus kunnen we dat zo doen. Nu kunnen we hem weer opslaan. Hier zie je ook gebruikers per plaats meteen. Dus dat geeft ook weer inzicht in de geografie van onze gebruikers. En wat we ook kunnen doen: ik doe eerst even opslaan. Slaan als nieuw rapport. Uh, rapport, Overzicht, Zo, so, MC. Even opslaan. Dan ga ik even terug. En wat we hier willen doen, stel voor dat we zeggen, nou, dit is allemaal leuk en aardig en we worden hier heel blij van, maar we willen bijvoorbeeld meer diepgang in de type gebruikers die onze website bezoeken. Dan kunnen we hier een vergelijking toevoegen. Dan klik je op een vergelijking toevoegen, logischerwijs. En dan kom je hier in dit scherm en hier zie je opnemen. Dus hier kunnen we letterlijk zeggen, <coughs> vergelijk eigenlijk al het gedrag van al onze websitebezoekers met bijvoorbeeld een segment. Nou, een segment kan bijvoorbeeld zijn dat we zeggen: we willen filteren op leeftijd of op plaats of op landcode. Dus stel voor dat wij zeggen: nou, wij willen bijvoorbeeld in dit geval onderscheid maken in land en dan willen we bijvoorbeeld uh, Nederland. Dus we, hebben, we zagen net: we hebben Nederlandse gebruikers en Belgische gebruikers. Dan kiezen we even Nederlands, dan noemen we oké. Okay. En hier zo doen we toepassen. Dan zie je dat je hier blauwe data krijgt, althans blauw gearcheerd en oranje. En blauw is wat het letterlijk zegt, alle gebruikers. En oranje is in dit geval Nederlands. Dan zouden we nog een vergelijking kunnen toevoegen. Dus stel voor dat we zeggen, nou, we willen hier zo nog een keer land. Om het heel erg consistent te houden. En hier willen we België doen. Dan hebben we dus een overzicht van alle gebruikers, dus een totaaloverzicht... We hebben overzicht van hoeveel percentages en hoe gedragen mensen uit Nederland zich op deze website. En het identiek, de vragen voor België. Dus hoe gedragen Belgi Belgische bezoekers zich en hoeveel uh, aantallen zijn dat? Zo kan je super snel overzicht krijgen op doelgroepniveau. Dat kun je natuurlijk ook met andere metrics doen, hè, wat we net zagen. En dan kan je dus doorheen gaan. Dus hier zie je inderdaad, zoveel gebruikers waar de afgelopen 30 minuten ervan in totaal. Waarvan twee uit België. Uh, sorry, uit Nederland en één uit België. Nou, en hier kun je dus helemaal doorheen. Hier is bijvoorbeeld een hele interessante analyse, kan bijvoorbeeld zijn: hoe vinden de diverse doelgroepen jouw website? Hè, gebaseerd op geografie. Dus met andere woorden, hoe komen. Belgische bezoekers op je website en hoe komen Nederlandse bezoekers op je website? Zit daar nog verschil in? In dit geval valt dat eigenlijk wel mee. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Uh, maar goed, dat kan zijn. Stel voor dat je een advertentiecampagne loopt, laat lopen voor uh, België en niet voor Nederland. Dan zou je dat terug kunnen moeten zien in je databronnen. Dus zo kun je heel gericht kun je hier uh, ja, data uithalen, direct vergelijken. Het is allemaal super visueel. Um, en bij wijze van kun je deze ook meteen. Naar bijvoorbeeld uh, je manager of naar je collega's of naar je klant toesturen. Ook dit geeft allemaal uh, inzicht. En op het moment dat je zegt, nou ik vind het leuk en aardig, maar ik weet gewoon dat het merendeel van mijn bezoekers uit Nederland en België komt en ik wil dat totaal weg hebben, nou dat kan ook. Dan klik je gewoon deze weg, alle gebruikers. En dan vergelijk je in dit geval dus alleen Nederland en België. Let even op dat de kleurtjes kunnen verspringen ten opzichte van net. En dan zien we hier dus letterlijk Nederland en België ter vergelijking, Waardoor je dat ook weer, ja, weer inzichten kunt geven. Dus dit is een manier om ook doelgroepsgewijs eigenlijk jouw data te vergelijken. En op basis daarvan kun je natuurlijk weer je marketingactiviteit gaan ontplooien. Stel voor dat we deze willen delen, dan ga je naar rapport delen. En nog één opmerking. Het kan zijn dat hij soms een soort driehoekje aangeeft dat, er, uh, dat een, een vergelijking niet mogelijk is. Dan kan het zijn dat er niet genoeg data is om op te sturen. Dus kijk even wat, welke ja, hoeveelheden uh, en waar, waarop jij eigenlijk wil, uh, wil gaan sturen. Dan gaan we even terug naar delen. Dan ga je naar dit icoontje, dit rapport delen. Dan kan je de link delen, dus op het moment dat je deze link kopieert. Of je kan zeggen ik download hem stand downloaden, kan je een PDF doen of CSV. Wij doen even PDF. En dan opent het rapport in PDF. En hierin zie je precies wat we net zagen. En deze kun je natuurlijk doorsturen. Wat je ook kan doen, is hem koppelen met je Google Data Studio, zodat je vanuit je Google Data Studio een rapport kunt maken. Daarin kun, kun je natuurlijk nog andere bronnen. Implementeren of koppelen. Zodat je een wat meer holistisch overzicht hebt. Maar dat is net nagelang het doel. En met wie je data wil delen en welke inzichten je wilt geven. En dat soort zaken. Stel voor dat je nog een laag dieper wil gaan in je doelgroep, kan dat ook. Dus dan ga je bijvoorbeeld stel voor dat we zeggen, nou, we willen alle Belgische gebruikers weten, die bijvoorbeeld. ik noem maar even wat merk van apparaat die allemaal via een Apple op de website zitten. Toepassen. Dan hebben we dus een soort Formule, basisformule gemaakt waarbij we eigenlijk zeggen tegen Google Analytics: laat alle mensen zien die onze website bezoeken, die afkomstig zijn uit België en die gebruik maken van een Apple-device. Hetzelfde zouden we dan eigenlijk natuurlijk moeten doen voor het Nederlandse publiek om dan wel appels en appels te gaan vergelijken. Zo dus ga je ook naar nieuwe voorwaarden toevoegen, dimensies selecteren. Kies je hier ook merk van een apparaat en kies je hier logischerwijs ook Apple. Oké, okay. en je klikt op toepassen. En dan heb je natuurlijk dezelfde dimensies die je gaat vergelijken. Hij wisselt even aan data, hij vervest het even. En dan zie je hier meteen de aantallen van de Nederlands gebruikers die via een Apple-device de website bezoeken in deze looptijd. En versus het aantal mensen vanuit België die de website bezoeken met een Apple-device. Dus ook zo kun je nog vergelijkingen maken, zodat je eigenlijk heel specifiek kunt gaan meten wat doet mijn doelgroep, waar liggen kansen en hoe, ik hoe kan ik eigenlijk mijn marketing- en salesactiviteit hierop aanpassen. Dit was even in een vrij kort overzicht wat je met de nieuwe Google Analytics kan. Heb je vragen, heb je een opmerking? Voor ik het heel erg graag. Ben je nog niet geabonneerd op zo'n kanaal Zou ik het onwijs leuk vinden als je dat even zou willen doen. En ik wens je een ontzettend fijne dag. Dankjewel.